Mijn schat. Zoeteke. We gaan deze week uitroepen tot luisterweek van het jaar. Luisterweek van het jaar. Het is toegestaan, hè? Het is toegestaan, maar ja. De tweede dag achtereen. Tot 10 uur geslapen. We zitten misschien in een winterslaap, schat. Ja. Dat is natuurlijk het ritme van het leven. Gelijk als de diertjes. En dan rustig spek eten. Met bokjes. Gemediteerd. Onze multimedia honger gestild. Ieder op zijn iPhone, op zijn mobieltje. Wat niets gevolgd. En ondertussen is het 1 uur. Gaan we werken of gaan we niet werken, is de vraag. Het antwoord is, we gaan niet werken. En toch gaan we een beetje werken. Want, wat gaan we doen, Christy? We hebben een nieuw doel voor de dag. Vertel jij eens. Dat was eigenlijk al in een van onze vorige filmpjes een doel. Ja. Een marendak vinden. Ja. Maar nu is ons doel nog groter. Als het lukt, gaan we meerdere marendakken zoeken. Voor uit te delen. Ja, we hebben een ladder in de auto gelegd. Een zaag, een takkenschaar. Ik heb snoepjes en drinken. Ja, voilà. We kunnen er tegen. We gaan op marendakkenjacht, gelijk als ze zeggen. Hè. Dan kunnen we kussen. Onder de maat. Voilà. Voor het vervolg. The words are said after all the dreams. Everyone a precious one. Of een creperieke. Een creperieke, ja. Doe maar weer. Ik kom in bol. Niks van dat, hè. Ons autootje is echt ons toevluchtsoord op wielen geworden, hè. Oh, ja. Goeie muziekske. Lekker snoepjes. Zo drinken. Af en toe... Gewoon foto's, filmpjes, gewoon zichtjes. Af en toe wat praten met elkaar. Als het moet, hè. Als het moet. Heel af en toe. Er worden heel rustig van, vind ik. Doe dat graag. En gelukkig ik ook. We zijn een goeie team bij Janneke. En mij nog niet. Maar marentakken? Ik weet het niet, maar vandaag... Komt in orde. Blijf erin geloven, Kwiske. Ja, ik ook. Positief denken. Janneke, marentakje, maar. Niet bij de mensen op de hoofd doen ook, hè. Ook al. En zelfs met je ladderke dat je bijt. Wat wil je dat zeggen, schat? Ik zeg, ik leef graag met u. En je hebt van de week iets heel moois gezegd. Je hebt gezegd dat de confinement, de covid, hoe moet je dat allemaal noemen? De lockdown. De lockdown. Het opgesloten zijn. Nog meer naar elkaar heeft toegroeien. En ik vind dat ook. Dat pakt mij. Ja. Ik ben een gelukkige mens dat ik dat mag vertellen. Voilà. Zo is het. Love you. Zo zal het zijn. Love you. Kijk, hier staan ze weer, schat. Ja, hier moet ook. Oeh. Kijk, kijk. Met parking en alles aan. Reed dan ergens. Dat is klinkt, hè. We gaan geen stunten doen. Liefke, geen stunten uithalen, hè.
Ja, hier tegen de boom kunnen. Dan kun je er al ene plukken. Oh, je hebt zelfs een ogen bij. Wat doet hij? Moet ik zo. Het is wel een beetje verbrongen geweest, precies. Mij. Modest, nou gaan we wat beleven, ze. Moet jij geen pisje doen? Moet jij geen pisje doen? Ja, wat? Ah. Weet je. Zie je een zaag en alles uit hem bij. Eigenlijk een beetje gelijk als de mensen vroeger een kerstboom in het wild gingen uitdoen. Dat is ook niks. Oh. We moeten echt bestuderen hoe dat je dat moet doen. Dat zijn allemaal kleine stukjes. Ja, we hebben een marentak. Maar wat was dat met dat trapje? Dat is gewoon weer even een beetje weggekrisken. Wacht hè. We hebben er twee. Magere oogst moet ik zeggen, maar ja. I keep hoping, but time keeps us apart. Is there a way I can find you? Is there a sign? Zij die een kakkie kennen, dat is een kakkieboom. Alleen de kakkies hangen er nog aan. Super lekker. I could follow to bring you back home. In betere tijden hebben we hier lekker gegeten. Dat is hier het stadje van de tempeliers. Hier is het allemaal begonnen in dit dorp. Saint-Antoine de Vicalba. Hier zit ik. Herinner je deze nog? Jawel, jawel, jawel. Ik had het nadenken, waar was dat weer indraaien? Ten tempelierstoren. Het bleek een te groot project te zijn. En achteraf gezien ben ik toch wel blij dat we... deze beker aan ons hebben laten voorbij gaan. Oeh, dat heb je mooi gezegd. Het is weer bijna avond. Hoeveel uur zijn we aan het rijden? 4 uur. En we hebben 2 marentakken. Dus het doel van de dag is bereikt. Maar wel, we wouden er eigenlijk 5, hè. Dat is nou wel. Ja. Een schoon binnenweg eens naar huis zoeken. Ja. Ik weet nog dat op deze weg is gewacht dat ik spontaan de tranen in mijn ogen kreeg. Dat ik zei van, oké, het is beslist. Doen we het of doen we het. Het was hier op deze. Tranen in je ogen? Je hebt gewoon geweend. Ja, gesnotterd. Je wist gewoon niet van waar het kwam. A distant train sings out the miles, and so I wonder, can it be? Will every mile bring you to me? A promise made may still come true. Le Bousquet. En hier zijn we terug thuis. We moeven. Nee. We zijn 4 uur en een half gereden. Maar ja. Het was een leuke
We moeten dat eens anders doen in coronatijden. De buit van vandaag. Vlechterie. Twee marentakken. Nou gaan we kussen naar Janneke. Om onze liefde te blussen kun je vierkant mijn. Oh. Mijn marentak hangt. We hebben ons doel bereikt. Kom Janneke, we gaan kussen. Is dat een legende of wat is dat? Ik weet eigenlijk niet van waar dat er komt. Ik moet dus even eens opzoeken. Dat is een leuke. Ik heb gekust onder een magere tak. Kijk hè, en hier is ook een magere takje. Waar dat een vorige week zo heldhaftig moeite voor gedaan heeft voor mij.